Van 7 juli tot half november staat Museum Willette Holthuizen in het teken van mode. En ik zit hier naast een aantal kledingstukken die zijn ontstaan tijdens een workshop. Die zijn gegeven onder leiding van Alexander van Slobbe, ontwerper en inspirator voor velen. En hij heeft onder andere een workshop gegeven bij de World Expo in Shanghai in 2010. En deze stukken zijn daar tot stand gekomen, deze rode tops. En in Museum Willette Holthuizen zijn naast kledingstukken ook foto's te zien en tekeningen. Het is echt een mix van mode, tekeningen en foto's. En decor zijn de stelkamers van Museum Willette Holthuizen. We staan nu in de balzaal van Museum Willette Holthuizen. Een hele feestelijke ruimte is het, mooie kroonluchter. En Alexander van Slobbe heeft zich door deze ruimte laten inspireren. En hij heeft een aantal fotografen de opdracht gegeven om kledingstukken hier te fotograferen. En het resultaat is hier te zien. Dit is een foto van fotograaf Q Yang. En de model heeft de kleding aan die in een workshop is gemaakt in de World Expo van Shanghai in 2010. Je zou er zo blij mee zijn. Ja. Heeft het al gezien, hè? Het is echt een wolkje bijna. En die stof zijn ook... Goed bij jou gezien. Zo, ja. Maybe we should... Dit glazen sampletje erbij leggen. Oh, je hebt het toch gewoon als kaartje erin? Ja, ik weet het niet hoor, maar... This thing tilted. Should she be more like that? Like here? Yeah. Nou, het leuke van dit project is eigenlijk de samenwerking van mensen geweest. Is dat er een groep ontwerpers is geweest, gedeeltelijk Chinees, gedeeltelijk Nederlander. En die hebben gezamenlijk een collectie samengesteld. Dat is één onderdeel. Een ander onderdeel is een deel waarin een opdracht wordt, dezelfde opdracht is gesteld van doe iets met de 16e eeuw, de Gouden Eeuw, tussen de connectie tussen China en Nederland. Dat hebben zij gedaan en Rietveld hebben dat ook tot zich genomen en die zijn gaan weven. Anderen zijn gaan ontwerpen en zij zijn gaan weven. Twee, sommige dingen kunnen we wel doen, zoals het blauwkamer, dat is gemaakt tijdens workshop. Want je ziet hem aan het draaien, hij moet echt dit krijgen. Ik vraag me af of je dan aankomt hoor, in het echt. Ja, ik heb die mouw geprobeerd, die kan. Kijk, schaal. Ja, hij is wel heel goed. Ik zal het wel naar een modelletje. Ja? Hé. Ja, ik ben in een credit. In workshop heet ook Shanghai Jazz, maar dat is natuurlijk... dit is voor Rockin' Time. Op dit moment ben ik bezig met even de laatste stukken op te strijken. Dat is eigenlijk de laatste kamer die we aan het inrichten zijn. Dat is de eetkamer. En daar komen een aantal stuks op de grond te liggen en over stoeltjes gedrapeerd. Dus de selectie die daar komt ben ik even heel voorzichtig aan het opstrijken. Zodat het er goed uitziet.